Oké, okay, ik doe heel snel, ja? Ja. Oké. Okay. Misha, gefeliciteerd man met je overwinning. Hoe voelt het om weer een mooie KO op je naam te hebben? Dankjewel, dat voelt alhamdulillah goed, zeker. Ja man, en toevallig had ik gisteren een livestream met Tyrone Spong en met Andy Sauer. Ze waren allebei super geïnteresseerd in je, super gek op jouw stijl, super gek op hoe je het allemaal doet. Maar ze vonden wel dat Glory misschien net iets meer moet promoten, omdat ze het eigenlijk niet vinden dat je de aandacht verdient die je krijgt. Wat vind je daarvan? Kijk, ik vind hun twee sowieso een gruwelijke legend. En met Andy Sauer en sowieso Tyrone Spong zijn we eigenlijk een beetje opgegroeid. Je weet, Tyrone Spong, King of the Ring vroeger. Hij was een gruwelijke man. En ja, wat ze zeggen, dat is mij niet pushen, weet je. Ik ben een vechter, ik vecht voor Glory. Weet je, als Glory in mij wil investeren, moeten ze dat doen. Als ze het niet willen, dan ook. Je weet toch, voor mij is het even allebei is wel goed, snap je? Ik zorg gewoon dat ik mijn werk doe. En dat is wat ik doe. Nou, je hebt je werk weer eens goed gedaan, weet je. De resultaten staan altijd voor zelf bij jou. Net natuurlijk is het ook al gevraagd. Hoe lang moet het niet duren voordat je die titel krijgt, man? Het wordt wel tijd dat je voor de titel gevecht gaat gaan. Zie je dat binnenkort nog gebeuren? Ja, inshallah, zeker. Zeker. Ik denk dat ook is wat ik verdien. Dus we gaan het zien, inshallah. En als je nu kijkt naar de ranking, zie je misschien iemand die misschien een top tegenstander zou zijn voor jou om die titel te pakken, zodat het gewoon echt een spannende wedstrijd gaat worden? Om eerlijk te zijn zie ik iedereen als een top tegenstander. Ik neem gewoon iedereen heel serieus. En weet je, ik neem elke wedstrijd als een kampioenswedstrijd. Je gaf net aan, Tyrone Spong en die Sauer, dat zijn de helden van vroeger. Jij bent zeker een van de helden van nu. Wat kan je misschien vertellen aan de jeugd die nu naar jou opkijken, net zoals jij bij die andere legends opkijkt? Ja, tuurlijk. Dat ze gewoon in hun dromen moeten blijven geloven. Want ja, die legends die jij net hebt opgenoemd, die zijn ook van niks gekomen. Ik ben ook van niks gekomen. Dus als wij het kunnen, kunnen hun het ook. En inshallah, waar willen ze weg? Dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel.